Hij staat aan. En dit is de laatste echte les van dit jaar. Het zal gaan over paragraaf 3.3. En het is een prachtig verhaal. Het gaat over het moderne China. Het China wat opgestart wordt door deze meneer, Deng Xiaoping. En daar ga ik nog wat over vertellen. Ik hoop dat je het kunt noteren. Dit is natuurlijk de inleidende dia. Hè. Dat moet je nooit vergeten. Dat is natuurlijk nu één keer zo. Dat de inleidende dia is. En daar kan ik natuurlijk niet zo heel veel al gaan verklappen. Dat doe ik dan ook niet. Alles staat uitgelegd. Van A tot en met Z. Van boven tot naar aan beneden. En het gaat natuurlijk om dat China natuurlijk opkomt. Hè. Vooral economisch. Wil je dat echt noteren, onderstrepen? China valt op economisch. Politiek weet ik het niet. Daar ga ik nog een beetje maatschappijdiscussie met jullie over houden. Wat we ook gaan kijken is natuurlijk dat Chinees de taal dingetjes doet in de wereld, hier op school. En dat ook Chinees Engels willen leren, deze tijd. En China zal natuurlijk economisch grote handelspartner gaan worden van de Europese Unie en ook van Amerika. Want dat vind ik een beetje ontbreken. Amerika mag, de Verenigde Staten mag er ondertussen ook wel bij zijn. Want daar hebben ze ook een enorm handelsoverschot mee. Trump wil dat torpederen. Hè? Die is daarmee bezig vandaag. Terwijl ik spreek is hij daarmee bezig. Om te torpederen dat de Chinezen nog voor miljarden kunnen uitvoeren naar China. Terwijl ik praat is hij daar op het Witte Huis mee bezig. Het bedrag waar het om gaat komt om vanmiddag een uur of twee, drie naar voren toe. En hij heeft inmiddels handtekeningen gezet onder wetgeving die zegt dat de Chinezen niet meer kunnen concurreren op de Amerikaanse markt. Door tarieven die hij aan de grens oplegt op Chinese producten. Maar zelf hebben ze altijd dwang gelegd op China om noteren. Hè, dan, hè. Nu zitten we natuurlijk een beetje te eten, vind ik niet erg, maar dat gaan we wel noteren. Nee, dat vind ik prima. Als dat leren bevordert, doe. Maar ga wel met mij mee. De Chinezen hebben, en het Westen heeft er ook achterheen gezeten dat China natuurlijk mee ging doen, hè, in de wereldeconomie. En nou doen ze mee, ja. Dan krijgen we dat. Oké, Deng Xiaoping. Die, naar de dood, hè. Deze man die komt op naar de dood. Daar gaan we zo nog naar kijken. Naar de dood van Mao. En dan wordt opeens de Chinese economie gemoderniseerd. Dan is Mao dood. En dan is het echte communisme wordt min of meer verlaten. Dat is zo. Dan is het nog wel in naam communistisch, maar in de praktijk wordt het natuurlijk een soort staatskapitalisme. Dat ga ik je nog wel even een beetje uitleggen. Hè. Dat is wel echt. Na de dood van Mao in 1976 zal vanaf 1978, twee jaar daarna, de economie van China langzaam gaan veranderen. En zal China veel meer handel gaan drijven met de EU dan ooit tevoren. En de Chinese economie zal als een gek gaan groeien. Dit is misschien wel het prachtigst mooiste symbool daarvan, toch? Dat zijn die containerschepen die vanuit China naar Rotterdam varen. Of naar Engeland varen, of waar dan ook, waar ze kunnen aanmeren. Ja. Je ziet ook dat er heel veel aandacht komt voor het Engels en het Chinees. Dat is allemaal vanaf 1978, gaat dit langzaam zo ontstaan. Hè? Dat is natuurlijk niet meteen, dat als Deng het zegt, dat het dan ook meteen zo is. Dat is niet zo. Dat is niet zo. En het Chinees wordt natuurlijk, daar gaan we ook naar kijken nog. Hè. Dit zijn allemaal nog inleidende woorden. Oké, Deng. Hoe zit het nou met die Deng? Nou, die Deng, die moet je echt opschrijven. Die heeft ervoor gezorgd dat dit stopte. De grote sprong voorwaarts. Heeft Deng, toen hij in het politbureau zat, Mao afgestopt. Wie vergat dat niet? Hij was de eerste man achter Mao, hè, die Deng. Dat is ook een man van de grote massa, hè, van het verleden van China. Die Deng Xiaoping. En Deng is helemaal niet zo'n enge man als Mao. Maar Mao wist dat Deng hem had tegengesproken en ervoor gezorgd heeft dat de grote sprong voorwaarts gestopt werd in 1962, 1961. En Mao had het natuurlijk nooit vergeten, want ze gaven Mao eigenlijk de schuld. Hè? Dat staat daar eigenlijk. Toen kwam toch de culturele revolutie van Mao, toch? Dat is, kijk, de jaartallen staan erbij. In 1962, 1976 gaat Mao een culturele revolutie via die vrouw toch van hem ook organiseren. Dat weten jullie toch? En in die tijd weet Mao ook Deng te beschuldigen van kapitalistische sympathieën. Waarom maakt hij Deng niet dood? Waarom? Denk eens na, waarom maakt hij hem niet dood?
Denk na, waarom maakt die ding niet dood? Nou, nee, maar is ding een lage functionaris of een hoge functionaris? Dat is een van de hoogste. En die heeft ook veel aanzien in China. En heeft ook een rol in het opzetten van de communistische staat. Dat is even te hoog, ook voor Mao, om hem via een heel gemeen proces te laten ophangen. Dus dat gebeurt niet. De man wordt veroordeeld tot het werken in een tractorfabriek. That's all. Culturele revolutie. Hij gaat er meteen weer uit als Mao doodgaat. Kijk, hier staan mooi de jaartallen. En dit is het jaartal van. Dan mag je er gewoon bij schrijven met je pen, dan is Mao dood. Dan stopt de culturele revolutie. Wat je dan ook voor mij mag opschrijven, dat dan het basiscommunisme ook stopt in China. Dat stopt dan gewoon. De aandacht voor het echte communisme, zoals van Karl Marx, dat gaat dan weg ebben, zo zeg je dat. En er komt iets anders voor. Maar dat is wel na de dood van Mao. Ze wachten dus beleefd de dood van Mao af. Deng zit in de tractorfabriek, die komt nog weer terug, die wordt gerehabiliteerd. Nou, kijk, dit is Mao en Deng, die waren met elkaar altijd, al in de jaren 50, ook tegen de grote sprong, zaten ze in het politbureau. Als Deng weer terugkomt, is Deng zo beleefd, en dat tekent echt deze man, wat gaat hij niet doen met Mao? Hij gaat hem niet zwak maken. Niet zoals Khrushchev, dan schrijf je even op, Khrushchev ging kritiek krijgen op Stalin, hè? De opvolger. Nou, dat doet Deng niet, hè? Dat doen ze in China niet. Dat wil ik je ook uitleggen. Hier zie je welke leer weer een beetje terug. Confucius, hè? Dat hij toch respect probeert op te houden voor de grote held van de revolutie, die twee keer een programma is begonnen, wat natuurlijk desastreus was. Maar toch, hè? Ik denk dat zij er zo naar kijken, maar toch, hè? Hij is wel de man die natuurlijk China een heel nieuw systeem heeft gegeven. En dat, ja, is moeilijk. En Deng laat dat zien. Begrijp je wat ik bedoel? Deng laat het echt zien. Dat hij dat niet doet. Ik vind dat Deng daar groot mee wordt. Maar Deng doet nog iets anders. Heel langzaam maar zeker gaat Deng het communisme veranderen. In een soort staatssocialisme. Dat gaan we zien. Wat ik staatskapitalisme noem. Kijk. 1978. Dan gaat het communisme van Mao de koelkast in. Geloof me nou. En dan opeens gaat Deng op vier terreinen moderniseren. Welke staat hier niet tussen? Ik lees hem even op. Welke staat er niet tussen? Welke modernisering ontbreekt? En die ga je dan vast even opschrijven. Welke ontbreekt? Nee, wacht even. Landbouw. Moet beter gaan draaien. Met betere machines. Industrie. Moet innoveren en anders ingericht gaan worden. Veel meer op vraag en aanbod. Defensie moet gemoderniseerd worden. Er moet een modern legerapparaat komen voor China. Wat in de wereld ook een naam krijgt. Met name gaan ze insteken op wetenschap en technologie. En dat wordt allemaal gedaan vanuit denkwijze 1978. Welke staat er niet tussen? Denk na. Nee, er is nog eentje die er niet tussen staat. Wat heeft China ook onwijs nodig? Wat ze er nog niet durven tussen te zetten? Nee. Ja, vrijheid. Ideeën over vrijheid. Ik zou het opschrijven dat jullie er niet meteen op komen, vind ik. Beangstigend. Niet naar beangstigend, maar vind ik beangstigend. Want je moet het meteen zeggen, want het land staat niet op nummer 1 vanwege democratie en vrijheid. En daar moet wel wat aan gebeuren, maar dat staat er niet tussen, want dat durven ze nog niet. Want China is nog steeds wat voor staat? Hoeveel partijen zijn er? Het is één partijstaat, hè? Wat gebeurt nou wel? Wat heel belangrijk is, kan je zien dat er een breuk wordt gemaakt met Mao. De volkscommunes, dat gezamenlijk eten in dorpen van 6000, dat verdwijnt. De boeren kregen de grond weer terug, kijk, en mogen voor de markt gaan produceren. Dat is heel belangrijk, hè, dat je dat even noteert. Ze mochten een heel groot deel zelf verkopen en ze hoeven weinig belasting te betalen. Dus wel nog. Nee, dat kom op, even fel, nee, ik moet even fel zijn, nee, staat er niet tussen. Als het luister, zou ik het er niet zo groot tussen schrijven? Als het te stom, ja, oké, ja, is goed, maar ik doe het even fel, want dat moet er even in, hè. En China wilde het isolement
van China verbreken om technologie en wetenschap naar binnen te halen. En dus stuurt Deng Chinezen naar het buitenland. Is dat een goede move? Ja, dat is een hele goede move. Want die Chinezen hebben daar echt wat opgepikt, hè? In de economie, in de wetenschap, in de wiskunde. Dit is het begin van de opmars van China. En Deng doet wel goede dingen. Alleen nog één keer zeg ik het, wat vergeet hij hierbij te zetten? Nou ja, vrijheid en democratie-achtige dingen. He, want die vrijheid is in China nog wel een probleem, hoor. Dat is echt nog steeds een probleem. Aan de kust richtte Deng in een soort open markten. Weet je wel, aan de kust van China. Zo. Dan kan je hier, daar heb je China, dat is dat gele gebied. Aan de kust daar werden allerlei, rond die steden, Shanghai en Peking, allemaal gebieden ingericht waar gewoon vrij handel gedreven kon worden. En China wordt dus opengezet voor het eerst. Mao had het er op slot gegooid, dat zou ik opschrijven. Mao had het dichtgeknald, toch? Je had de Westerlingen er toch uitgesmeten? Maar Deng haalt het wel langzaam terug. Dus Deng gaat wel een bepaalde kant op. Ja. Maar het ging langzaam, hè? Chinezen doen het niet wild, hè? Zeg maar op. Ze doen het met vinger aan de pols. Niet zoals in Rusland met het wegval van het communisme. Zo gaan ze het niet doen. Let op. Deng gaat zich op de hoogte stellen van Maleisië en Singapore. Hoe daar werkt. Hetzelfde wat welke leider nu doet. Welke leider in de wereld zit daar nu ook te kijken? Kim Jong-un toch? Die wordt toch al langzaam ook steeds meer op de hoogte gebracht van hoe dat ook in vrije landen kan. Dat was van de week ook in het nieuws. Hè? Dat nieuws gaan volgen, want het is hete geschiedenis dit. Dit is de baas van Engeland in de jaren, eind jaren 70, begin jaren 80. Dat is mevrouw Thatcher. En die krijgt een bezoek van China te horen dat Hongkong nog een tijdje Engels is. Maar in het jaar 2000 moet Hongkong terug naar China. En dan weet zij van elkaar te krijgen dat Hongkong dan, dat is hier, Hongkong, wel kapitalistisch en vrij mag blijven. Dus nu tot op heden is Hongkong een soort vrij gebied in China. En als de communistische partij vanuit Beijing, de bazen van China, die machtig zijn hoor, hier al te veel willen doen, dan gaat de bevolking van Hongkong de straat op. Dat is anderhalf jaar geleden nog gebeurd. Want die willen niet meemaken dat hun vrijheid, die zij vanuit Europese vrijheid hebben, ingebonden wordt door de Chinese onvrijheid. Want dat is ten opzichte van die vrijheid van het Westen nog steeds zo. Portugal maakt een afspraak over Macau. Het is dezelfde afspraak. Maar Portugal heeft natuurlijk niet zo'n grote mond. Thatcher had wel een grote mond. Ja, wat natuurlijk heel opvallend is geweest, dat in de jaren 80, en bij Deng, onder Deng, wordt dan de eendkind politiek ingezet. En dat doet Deng om te voorkomen dat de Chinese bevolking te snel groeit. Want we gaan al richting, momenteel hebben we 1,3 miljard Chinezen. Weten ze het precieze aantal? Nee, want als je nu gaat tellen, wat is er dan aan de hand? Nou, als je een miljard mensen moet gaan tellen. Hoe lang duurt dat tellen dan? Ja, dat duurt jaren. In die jaren worden er weer nieuwe keren, dan gaan we weer verder omhoog. Dus er zijn al angstbeelden over wat het gaat zijn in 2040, hè, met China. En ook met India. Mag je me opschrijven, hè? India heeft ook zo'n enorm. Maar wat hier zichtbaar is, wat is er meer aanwezig in China momenteel? Er zijn meer mannen dan. En dat is op het konto van de. En is dat nog steeds zo? Nee, nee, inmiddels is het, schrijf maar op. We zitten nu in 2018, inmiddels is het afgeschaft. Maar het is bedacht om te voorkomen dat ooit China nog hongersnood krijgt. En armoede in grote schaal. Want als je armoede in China hebt, is het meteen een groot probleem. Want er zijn zoveel Chinezen. Ja? Is duidelijk? Is onder Deng bedacht. Ja. En nou komt hij. Dit is punt 5, schrijf maar op. Dat schrijf maar op, punt 5 die Deng niet gedaan heeft. Wel had moeten doen, dus dat zit je tussen haakjes. Wat Deng had. Deng geeft namelijk geen politieke hervormingen. Hij geeft geen democratische vrijheden en zo. En met het wegvallen van Mao dachten toch wel veel Chinezen dat dat ging komen. En dat gebeurde dus niet. En dan staat er een fout in je boek.
In je boek staat 3, 4 juli volgens mij. Maar het moet zijn 3, 4 juni. 4 juni komt in Peking de bevolking van China, met name studenten, zeg maar op, studenten in opstand en die eisen van de communistische partij meer politieke vrijheid. En dat is rond de tijd dat Rusland uit elkaar valt. Zeg maar op. Dat Rusland het communisme aan het afzweren is en dat doet meneer Gorbatsjov. Dat moet je wel voor opschrijven, want dat is echt belangrijk, want de Chinese bevolking ziet dat ook en hoort dat ook. En die denken ook, nou, dan kunnen wij misschien in China, via Peking, een opstand in Peking, ook meer politieke vrijheid gaan krijgen. En wat gebeurt er dan? Op 4 juni is die opstand, en rond in begin juni is die opstand, en wat stuurt Deng naar buiten toe? Het leger. En Peking wordt helemaal bezet door het leger. Om de opstand van studenten in China, met wortel en tak, uit te roeien. En dat gebeurt ook. Dat schrijf je op. Dit is een succes voor de Chinese leiding. Alleen het is een blamage voor, waarvoor? Ja, en voor de hele wereld. Hè. In principe staat China voor aap. Want ze gaan hier natuurlijk de democratische vrijheid van mensen beknotten. Wat gaan de Chinezen na deze opstand dan doen, langzaam en zeker? Wat denk je? Wat gaan de leiders die gaan komen doen met China? Wat gaan ze doen? Gaan ze minder vrijheid geven of meer vrijheid geven, langzaam en zeker? Ze gaan langzaam maar zeker meer. Hier, dit is een leermoment. Schrijf het even op, Charlotte, kom op. Het is een leermoment voor de leiding van China. Dat zij toch nadrukkelijk het zo moet zijn dat Chinese mensen meer vrijheid gaan krijgen. Want dan kun je opstanden voorkomen. En zeggen ze nog wat. Wat willen ze geven aan de Chinezen om ze rustig te houden? Wat moet er komen? Wat moeten we gaan doen? Je denkt, maak ze rijker. Maak de mensen rijker, geef ze iets meer vrijheid en dan passen ze zich wel aan. Is dat gelukt, dat idee? Is dat gelukt, rijker worden? Ja? Zijn de mensen in China daardoor rustiger geworden? Ja? Dat is toch allemaal zo, jongens? Lees de kranten nou, dat Chinezen, dat bulkt van de poen. En natuurlijk is het dan zo dat heel veel Chinezen tevreden blijven als ze veel geld verdienen. En dan voegen ze zich steeds meer naar de regering van China. En ze hebben daar niet complete democratische vrijheid. Maar dat nemen ze op de koop toe, want ze verdienen heel veel geld. Je hebt een hele grote, grote middengroep. Die verdienen meer geld dan ik. En die wonen in prachtige huizen. En daar zijn jullie toch ook bij een huis geweest? Mensen die alles hadden. Grote, dikke auto's in prachtige huizen. Dus dit is een key moment. Zo noemen ze dat. Een scharnierpunt is dit. Ja, en dan gaat Deng dood en dan krijgen we Jiang Zemin. En dan is het dit worden, we gaan rijk worden. Kijk wat ik bedoel. Maak de mensen nou rijker, dan voelen ze zich tevredener. En dan kunnen ze zien dat de staat van hun dat allemaal creëert. En dan kunnen ze misschien wat meer verleid worden om mee te gaan doen aan de Chinese staat. En kijk wat dan gebeurt. Staatsbedrijven van China worden geprivatiseerd, komen in privéhanden. Buitenlandse bedrijven mogen in China investeren. Noem eens een automerk wat dat meteen gaat doen. Welk Europees automerk duikt daar meteen op natuurlijk? Nou, nee, niet Mitsubishi. Nee, maar welk Europees automerk? Dus BMW, Volkswagen, die hebben allemaal interesse. Schrijf op jongens, wat weten jullie? Kom op. Ik lees jaren de krant, ik heb het allemaal meegemaakt. Volkswagen, Mercedes, BMW, ze hebben allemaal interesse natuurlijk om China binnen te komen. Want als die Chinezen nou rijker worden, wie gaan dan auto's kopen? Ja, en verkoop je dan veel of weinig auto's? Oh man, jongens, denk nou na. Er was eens een keer een Amerikaan die zei, als we nou eens aan elke familie in China een koelkast kunnen verkopen. Dat was op de tv, dan moeten we nu al 3 fabrieken gaan bouwen. Om die koelkasten allemaal te gaan verkopen in China. En hier begint het. Bij Jiang Zemin. In de jaren 80. Begint gewoon, jaren 90. Het begint. Het marxisme, wat staat hier gewoon? Het wordt niet meer. Het is het niet meer. Het begint nu kapitalisme te worden. Er moet economische groei komen. Het past ook bij de Chinezen. Chinezen zijn van nature grote handelaren. Net als de Nederlanders. Ze worden daar ook vaak mee vergeleken in het verleden. De VOC-handelaren en de Chinese handelaren waren vaak 2 handen op
één buik en die konden dat onwijs. En dat komt weer terug in China. Op een gegeven moment gaat die communistische partij misschien wel begrijpen wat de Chinezen echt beweegt. En die willen handel drijven en die willen produceren. Die willen dingen maken, dat kunnen ze ook. Zelfs in het politbureau komen mensen van bedrijven te zitten. Die worden daarin benoemd. Eigenlijk is het zo slim. En één partij, kan je er goed mee sturen? En dat gaan ze de bevolking leren. Weet je wat ze de Chinezen leren? We houden China rustig met één partij. We doen niet te veel democratie. We luisteren wel. We willen best naar jullie mening luisteren. Maar we houden één partij, dan kunnen wij de economie sturen. Weet je waar deze man ook de baas van is? Van de bank. Zeg maar op. De Chinese bank, daar hebben ze één lijntje naartoe. Eén. En die Chinese bank kunnen ze zo sturen naar hun eigen hand. Ze leren de wereld ook dat dat kan. En eigenlijk komen die Chinezen met een nieuw staatsbestuur, namelijk het staatskapitalisme. Zij zelf noemen dat het staatssocialisme. Maar dat is het volgens mij helemaal niet. Het is staatsgestuurd kapitalisme. En in China moet je je wel houden aan de communistische regeltjes en zo. Maar daarbinnen is onwijs veel economische vrijheid. Mogen de Chinezen grote auto's hebben? Ja, liefst wel twee. Nou, en dan zie je het, de economische groei. En economische groei is natuurlijk, dit is gewoon het groeicijfer per jaar. Dat is echt krankzinnig. En dat zie je dat het voor de crisis heel hoog, hè? En dan, ja? En de bevolkingsgroei gaat gewoon door, hè? We zitten op 1,35 miljard. Dus 1350 miljoen Chinezen zijn er. 1350 miljoen Chinezen. Het is maar wat. Meer dan een miljard mensen. En de één-kindpolitiek, is die dus geslaagd? Nee, wat doen heel veel boerenmensen? Geven die hun dochter of zoon op? Dan geven ze niet aan, hè? Verstoppen ze gewoon, maar die zijn er wel, maar die worden daarom niet aangegeven. Dus die zijn er gewoon. Daar kwamen ze ook achter. Dus de één-kindpolitiek is ook een mislukking. Het duurt vrij lang voordat ze het afschaffen. Maar het is een mislukking. Ja. En dan is dit wat ik bedoel. China wordt van een landbouwsamenleving. Dit is Shanghai, toch? Ja. Ja. Dit heb ik ook gezien in Shanghai. Enorme wegen vol met auto's. Als je met de bus naar het vliegveld rijdt. Man. En wat je er allemaal ziet rijden. Rijden er kleine autootjes? Nee. Allemaal Mercedes, BMW, Volkswagens. De duurste die je hebt. Dat rijdt er. En niet eens veel. Echt, sommige ook... Yangzhou auto en nog een merk hebben ze, ik weet niet hoe die werk heet, maar er is een aantal. Maar het bulkte van de West-Europese auto's, kom op jongens. Hey. Ja, oh. Ja, maar we zijn, dit is de laatste les, hè. Nog even één keer powerplay. Het gaat over het China van nu, hè. Dit is, China gaat dit krijgen, auto's, meer dan Amerika, hè. Dat moet je ook eens opschrijven. De Chinese markt van auto's zal in het jaar 2010 groter zijn dan de Amerikaanse automarkt. Dat China, dat gaat sky high, en ze bouwen dingen, ze steken de hele wereld naar de kroon. Hè? Ze gaan gewoon mee in de moderne wereld. En dat wordt binnen no time een van de grootste economieën van de wereld. Wat ik niet begrijp, dat China niet bij de G7 zit, hè? Of de G6. Waarom moeten ze China er niet bij? De werkplaats van de wereld, 1,3 miljard, het is een markt, jongens, ze kunnen zichzelf zo bezighouden. Het is niet te geloven. En de werkomstandigheden in fabrieken zijn niet best, hè? Mensen krijgen daar een laag loon, hè? Je moet daar ook niet al te grote bek hebben. Dat is er weer de andere kant van, hè? Als je in de fabriek werkt daar, kan je gewoon je bek houden, hoor. Dan moet je niet gaan lopen zeiken over een loon of zo. Begrijp je dat? Dat is dan weer de onvrijheid. Die mensen moeten werken. En de economie mag groeien, tot je erbij neervalt. Maar, natuurlijk moet het zo zijn. Nou ja. En dan krijg je een onwijs welvarende middenklasse. En dat is wat die Chinezen hebben. Dat moet je echt noteren. De middenklasse. Dat is het. Daar zit de backbone, de ruggengraat. Daarboven zit nog een hele groep elite-rijken. Zitten er ook armen om? Ja, dat gaan we zo nog zien. Ja, echt heel diep triest. Maar dit zie je ook, hè, in China. Dat is helemaal nieuw voor China. En China, in no time, vanaf 1978 wordt het land omgeturnd naar een landbouwstedelijke samenleving.
En de boeren op het platteland hebben de grond in eigen bezit en kunnen dus nu opeens geld verdienen met de verkoop van rijst. En die verdienen ze een hoop poen aan, want rijst wordt gevreten in die steden. Denk na. En dan dit, hè. Dan krijg je dit ook in de jaren 2000 tot 2018. Komt er een groot verschil tussen arm en rijk. Dit heb ik ook gezien. Straten waar Italiaanse auto's staan, Ferraris, Lamborghinis, Mercedes, Rolls Royce, Bentley. Ik heb alles gezien. Het zijn auto's van meer dan 3-4 ton, hè. Die staan gewoon op een rijtje. Dat heb ik gewoon gezien. Dit soort dingen zie je voorbij rijden. Managers van bedrijven die worden rondgereden in auto's. Je wil het niet weten. Met bijna vliegtuigen zijn het. Maar kijk. Dit is bij Peking. Kijk. Daar zijn wij ook geweest. Bij het Boeddha-tempeltje. Weet je wel? Die weg die je naartoe loopt. Nou, dat ligt ook vol met mensen die niks hebben. Die zitten daar te bedelen. Dit heb ik ook gezien. Ja. Ik heb s'avonds met meneer Mollet op straat gezeten en kwamen bedelende vrouwen voorbij. Nou, je maag draaide erbij om. We hebben er een flesje bier gegeven. Helemaal zo doen die vrouw. In China, hè? En dan zie je weer dit. Naast elkaar in China. China een harde wereld. Ja, hebben die rijken mededogen met die armen? Nou, helemaal niet. Het is een harde wereld. Wij zijn naar het Zomerpaleis geweest. Dus die bus reed daar naartoe. Buiten Peking, hè? Daar maar eens even een beetje opschrijven, want ik vind gewoon echt goed opletten. Dat is belangrijk. Wij reden met die bus naar dat Zomerpaleis. Zetten we de bus neer en dan moesten we over de straat lopen naar de ingang. Nou man, wat ik daar zag, of ik in de middeleeuwen terecht kwam. Mensen op een houten karretje, met zonder benen, op straat liggen, met kinderen, armen. Vreselijk. En die Chinese mensen die wel geld hebben, die daar zijn, die lopen er gewoon voorbij. Het interesseert zich geen moer. En ik heb ook wel met mevrouw Ding erover gepraat. Was ik ook geschokt over wat zij erover zei. Dus de Chinese cultuur gaat heel anders om met armoede. Hoe zien zij armoede? Kun je dat eens opschrijven? Hoe zien zij armoede? Denk eens na. Ja, en dat je een slecht lot hebt. Dat jij een slecht karma hebt. Het is een beetje boeddhistisch-achtig, hè? Zo voor dat jij het verdiend hebt, omdat je dan... Hè, en deze man vindt zichzelf succesvol, is geboren in het jaar van de draak. Hè? Heeft 5 kinderen en die studeren allemaal op hele dure scholen. Die ze zelf betalen. Ja, het is wat hoor, daar in China. En dan hebben we ook natuurlijk de onvrijheid in China. Als je daar in de gevangenis terechtkomt. Ik tikte dat aan, in de gevangenis in China. Ik kreeg echt walgelijke plaatjes. Over klappen krijgen, hè, en zo. Ik heb een keer mijn telefoon in Shanghai laten liggen. Op straat, bij een boom. Ik ging zitten, Mollet ging even wat kopen. En toen heb ik mij... 700 meter verderop ontdekte ik dat ik mijn telefoon niet had. Dus ik in paniek terug. Zat mijn telefoon toch gewoon zo tegen de boom. Hè? Ik kon hem gewoon zo pakken. Die meneer van die liftenfabriek, die zei ook in Peking, wordt niet gestolen. Maar ik kan jou wel vertellen waarom hoor. Want als jij in de Chinese gevangenis terechtkomt, dat is niet zo mooi. Dan gaan ze eerst met jou in een kamertje, als je begrijpt wat ik bedoel. En dan pakken ze de bamboe riet erbij. Dan gaan ze jou verleren dat je niet hebt te stelen in de Volksrepubliek China. Begrijp je wat ik bedoel? En dan word jij even leuk vastgebonden en dan slaan ze je helemaal plat en dan zetten ze er een hond bij. Die kwijl uit zijn bek vandaan die jou in je flikker wil bij. Doen ze gewoon. Elke Chinees weet dat. Dat als je in een gevangenis terechtkomt in China, dan word je heropgevoed. Dat is geen feest. De mensenrechten zijn op dat gebied ook niet best. Ja? Dat schrijf je op. De Chinese mensenrechten aangaande gevangenen en andersdenkenden ook. Maar daar komen we zo op. Mensen, straf, ja. Als je kijk, er komt meer vrijheid in China. Je mag nou reizen en verhuizen. Dat is allemaal nieuw. Maar je hebt je wel te houden aan de code dat de communistische partij de baas is. En als jij met een grote bek er tegenin bent, word je politiek lastig. Pak ze je ook op. Ga je ook naar een werkkamp toe. Wat China ook niet wil, is dit. Dat schrijf je met klem op, dat gebeurt. Ik heb het zelf meegemaakt, ik had een laptop mee. Ja? Wat doet een laptop elke dag? Mijn laptop, en jullie laptop, Apple, maakt niet uit, we willen upgraden. Toch? Nou, dat deed hij na een dag al niet meer, hoor. Op het eind van de vakantie deed die hele laptop niets meer. Want ik zat daar natuurlijk op Nederlandse
zijds te kijken naar moppen. Want alleen ik zat altijd naar moppen te luisteren. En naar Hans Steeuwen zaten we te luisteren. Naar Hans Steeuwen zaten we te luisteren. Kom jongens. Naar Hans Steeuwen zaten we. En die computer deed het gewoon niet meer. Die stopte er gewoon mee. En ik weet zeker dat de Chinese overheid verboden heeft omdat via het internet de upgrade nog komt. Dat is de beste manier om te voorkomen dat buitenlanders in China zelf allemaal dingen kunnen bezoeken waar de Chinese overheid geen zin in heeft. En dit is doodserieus in China. Als jij hier politiek intikt, dat je iets politieks wil weten, dan staat dan een uur later de geheime dienst bij jou op de toep. En dan nemen ze jou mee naar zo'n strafkamp. Ik heb toch nog verteld hoe dat gaat? Dus dat weten ze wel heel goed te doen. En in China zijn allerlei programma's van de overheid ter vervanging van allerlei programma's die wij hebben. Bijvoorbeeld WhatsApp hebben ze een Chinese variant voor. Welk koopprogramma is niet verboden in China? Nee, koopprogramma. Nee, koopprogramma. Dat is AliExpress. Ga maar op. AliExpress wordt natuurlijk fantastisch in de lucht gehouden. Daar heb ik gisteren nog wat op gekocht. Want dat levert hoeveel op in China? Nou, miljarden. Miljarden. Wereldwijd verkoopt Ali het meest van de hele wereld. En AliExpress wordt in China gevoerd. Begrijp je? Dus kopen mag je wel in China. Dit is de gevangenis. Kijk, wat heb je absoluut niet in deze gevangenis? Wat is er niet in deze gevangenis? Nou, vrijheid, maar wat voor soort dingen in vrijheid is er niet? Nee, privacy. Je hebt geen privacy. Je wordt gewoon met 20 in de cel. Dat zou ik opschrijven. Als ze je oppakken, dus dat jij met anderen. In de gevangenis waar je in de kamer zit, de wc is gewoon open. En dan zit je met z'n 10 in de cel. En helemaal volgepakt. Dat is niet leuk. Chinese gevangenis is niet leuk. Oké. En dan gaat de wereld open. Vanaf 2004 is Europa de grootste handelspartner. En dan kom ik erop, wat jullie niet wisten, omdat misschien dat jullie misschien wat meer de krant moeten lezen, dat je het wel moet weten. Wie zijn natuurlijk op die markt gedoken? In China staan BMW-fabrieken, Mercedes heeft ze, Mercedes-fabrieken, Volkswagens, ze verkopen het allemaal. In China. Maar China is een onwijze markt, dat zou ik opschrijven. Dus de vraag is niet 1, de vraag is niet 10, nee, de vraag is 1000-voudig. Weet je wat de Chinezen ook hebben gekocht in Europa? Ja, nou, in heel Europa hebben ze wat leeggekocht. Toen bleek dat de Chinese babyvoeding vergiftigd was. Ze hebben blijkbaar zoveel poen dat ze dat konden doen. Dat was helemaal een probleem. Mijn Nederlandse moeders konden opeens geen Nutrol meer kopen. Dat ging allemaal naar China toen. Daar hebben ze wel een stokje voor gestoken uiteindelijk, de Europese Unie. Dat kon natuurlijk niet. En hier, bloemen worden natuurlijk ook. Dus China is vanaf 2004 helemaal open voor handel. En als jij slim bedrijf bent uit West-Europa, zorg je er ook voor dat je... Nou, in Edam heb je toch een liftbedrijf? Draaideuren. Ja, die draaideuren. Ja, draaideurenbedrijf. Boon Edam. Nou, die zitten daar ook. Die hebben daar een hele fabriek. Ik heb het zelf gezien met mijn eigen ogen. Dat wordt gewoon geproduceerd volgens de normen van Boon Edam. En die zitten daar allemaal in die... Kijk, die draaideuren zitten in deze gebouwen. En die maken hele speciale draaideuren, heb ik ook begrepen. Ja, en dan is het dit en ga ik wat vertellen en dan ga je erbij schrijven. Echt les. Ik geef eigenlijk krantenles, hè, nu. Verdienen deze mensen veel geld? Nee, waarom is China de werkplaats van de wereld? Ja, en weten die Chinese leiders dat? Ja, wat willen ze dus goed voorkomen in de toekomst? Wat willen ze voorkomen? Ja, want dan ben je geen werkplaats meer. Want welk land bedreigt competitie? Schrijf dat eens op, jongens. Welk land, groot land in de wereld, bedreigt heel goed, dat schrijf je op. En India kan dat ook heel goed. En er is dus een soort concurrentie gaande tussen de productiekosten India en productiekosten China. En China weet heel goed dat als je die mensen te veel gaat betalen, dus wat willen ze voorkomen in de fabrieken? Ja, maar wat willen ze voorkomen dat de mensen gaan doen? Wat mag niet opgericht worden, wat in West-Europa allemaal opgericht is? Een vakbond is er niet hoor. Dat wordt allemaal in de gaten gehouden door de communistische partij. Want het loon van al die mensen moet niet te hoog. Zodat wij bij AliExpress een horloge kunnen kopen van 7 euro.
Of een cameraatje kunnen kopen van 200 euro in plaats van de Nikon camera die 1000 euro kost. Begrijp je wat er aan de hand is? En de Chinese communistische partij zit heel erg op de industrie. Daar mag niets fout gaan. Wie heeft daar ook een fabriek? Nou, ik zal even mijn telefoon pakken. Apple. En waarom doet Apple dat? Ze willen dat ding zo goedkoop mogelijk geproduceerd hebben. En ze weten dat de Chinese partij helpt om deze mensen. Nou, dit is de Apple-fabriek. Zo ziet dat eruit. Er zitten appeltjes in elkaar te vouwen. Hier, mijn Apple ligt hier. Zo, die gaat zo van en gaat, hup, in de doos en met Amerikaanse tekens erop. Maar het wordt in China gemaakt voor een laag loon. En deze mensen moeten niet in een kop krijgen om een grote bek te gaan krijgen. Want dan kunnen ze ook gewoon in heropvoedingskampen terecht. Dat is wel in China zo, hè. Er zit een hele grote onvrijheid onder. Wat China ook gaat doen, China treedt opeens naar buiten toe. Ja? Ze duiken op Afrika, want wat kan je in Afrika halen? Goed zo, noteren. Ze gaan dus doen wat de 19e eeuw gebeurde door West-Europa. Gaan de Chinezen nu zelf doen in de 20e eeuw? De 21e eeuw, nog erger. Ze gaan grondstoffen halen in Afrika. Ze leggen vliegvelden aan in Afrika. Ze gaan naar landen toe waar troep in de grond zit voor die telefoons. Troep in de, voor alles wat ze willen maken. Weet je waar de technologie nog hoger is? Schrijf maar op, in de Verenigde Staten moet je hier even bijschrijven. Daar is de technologie. Maar wat kunnen die Chinezen? Schrijf het erbij, ze kopen toch alles. In Frankrijk wordt per dag grond verkocht aan Chinezen. Want daar zijn Chinezen gek van. Van wijn. En ze willen wijn drinken en dan kopen Chinezen gewoon wijngaarden op. Ik heb een huilende boer gezien op de tv. Het was een Franse boer, die wilde zo graag die wijngaarden erbij van zijn buurman, die was overleden. En hij had een bod gedaan, een heel goed bod op die wijngaard. Zie het voor je. Maar wie kocht die wijngaard? Een of andere hele rijke Chinees die nog nooit in Frankrijk was geweest. Er wordt gewoon een bedrijf opgezet en die gaan produceren voor de elite van Peking. Dat is heel simpel. China koopt de wereld. Dat is echt zo. Ze zitten overal. Dat moet je echt. Ze kopen ook grond. Hè? Ze kopen fabrieken, raffinaderijen. Ze investeren in Amerika. De hele staatsschuld van Amerika zit in handen van die Chinezen. Gedeeld met Arabië. Saoedi-Arabië heeft een deel van die staatsschuld in papier. En die Chinezen ook. Die financieren de Amerikaanse economie. Wat gebeurt er? Chinese bedrijven die werken in Nederland zijn heel technisch. Ja, schrijf je op. En in China zelf, kom op jongens, in China zelf. In China zelf produceren ze met veel mensen. Niet technologisch. In Nederland is een bedrijf, dat is Technosino, die gaan technisch aan de gang. En die hebben dus een relant met security center. En die maken dus dan applicaties voor oogdetectie en vingerdetectie. En opeens kunnen die Chinezen dus in het buitenland onwijs technisch zijn. Maar in China zelf vervallen ze dus in massaproductie door goedkope arbeid. En dan moeten ze mee uitkijken, want dan gaan ze niet innoveren. En dat moeten ze wel doen. Ze moeten productie ook moderner maken. Maar ze hangen op goedkope arbeid. Dat willen ze ook. Maar als een Chinees bedrijf buitenlands is, wordt het opeens wel heel technisch. Nou, een voorbeeld is van TechSino. En die maken applicaties voor... Nou ja, detectiedingetjes. En dan zijn we bijna klaar. Algemene ontwikkeling. Vanaf Deng Xiaoping wordt het een... Ja, dat is socialistisch, maar ik zeg dan... Zet er maar bij, ik vind het kapitalistisch. Staatskapitalisme. Wie is nu de baas? Xi Jinping. En wat heeft hij voor elkaar gekregen onlangs? Kijk. Ja, ja. En wat is hij dan eigenlijk, de nieuwe? Mao. En wat is hij dan misschien wel een soort van nieuwe? Keizer. Ik zeg niet dat het zo is. Maar hij doet net wat Mao heeft gedaan. Tot zijn dood zal hij de baas zijn. En het is staatskapitalisme. En hij is ook de baas van de bank. Schrijf dat maar op. Hij is ook de baas van de banken. Dat als hij zegt de rente moet omhoog, dan kan hij dat bepalen. Heeft hij veel raadgevers? Zit er maar bij. Hij heeft duizenden ambtenaren in dienst. Honderdduizenden. China is rijker dan, vanuit Chinese geschiedenis gezien, is China rijker dan ooit. En dan is dit de laatste. En dat is de foto, kijk.
Steeds meer zal het Chinees in het Engels over en weer gaan. In China zijn steeds meer kinderen die Chinees en Engels leren. En de taal Chinees wordt in Nederland en in Europa ook steeds vaker op scholen gegeven. Ik hoefde dit maar aan te tikken en krijg dit krantenartikel op... Echt? Ja, tik maar aan, kopieer ik in Chinees, dan krijg je meteen dat krantenartikel. Dat staat gewoon op het internet. Kijk, en dit is het... Zo is die Chinezen dat dan leren. Op scholen. Ja? Duidelijk? Oké, hij is af.